Luister naar de dialoog. Hallo, ik ben Maria. Hoe heet jij? Ik heet Victor. Uit welk land kom jij? Ik kom uit Spanje. En jij? Ik kom uit Rusland. Wat is jouw moedertaal? Ik spreek Spaans. En wat is jouw moedertaal? Mijn moedertaal is Russisch. Spreek jij nog andere talen? Ja. Ik spreek een beetje Engels en Frans. En jij? Ik spreek Nederlands en ook een beetje Engels, maar geen Frans. Ah ja, ik spreek natuurlijk ook een beetje Nederlands. Ben je getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. En jij? Ik ben ook getrouwd. En ik heb twee dochters van zes en van acht jaar. Heb jij kinderen? Ja, ik heb een dochter van drie jaar en een zoontje van twee maanden. Weet je hoe mijn jongste dochter heet? Maria. Luister nog een keer naar de dialoog en zeg mee. Luister naar de dialoog. Dag Victor, je hebt al kennis gemaakt met Maria, hè? Ja hoor. Komen jullie uit hetzelfde land? Nee, we komen niet uit hetzelfde land. En spreken jullie dezelfde talen? We spreken allebei een beetje Nederlands en een beetje Engels, maar we hebben niet dezelfde moedertaal. Jij bent getrouwd, hè? Is Maria ook getrouwd? Ja, we zijn allebei getrouwd en we hebben allebei twee kinderen. Zijn jullie kinderen even oud? Nee, mijn dochters zijn ouder dan de kinderen van Maria. Luister nog een keer naar de dialoog en zeg mee. Luister naar de vragen. Let op de vraagintonatie: 1. Uit welk land kom jij? 2. Welke talen spreek jij? 3. Ben je getrouwd? 4. Heb je kinderen? 5. Hoe lang woon je in België? 6. Waar woon jij? 7. Hoe oud ben jij? 8. Hoeveel broers heb jij? Hoeveel zussen heb jij? 9. In welk jaar ben jij naar België gekomen? 10. Hoe groot ben jij? 11. Welke kleur van ogen heb jij? Kijk naar de foto's en stel de juiste vraag. Let op de vraagintonatie: 1 Uit welk land kom jij? 2 Welke talen spreek jij? 3 Ben je getrouwd? 4 heb je kinderen? Vijf. Hoe lang woon je in België? Zes. Waar woon jij? Zeven. Hoe oud ben jij? Acht. Hoeveel broers heb jij? Hoeveel zussen heb jij? 9. In welk jaar ben jij naar België gekomen? 10. Hoe groot ben jij? 11. Welke kleur van ogen heb jij? Luister naar de conclusies. Let op het zinsaccent. 1. Ze komen niet uit hetzelfde land. Ze komen uit een ander land. 2. Ze spreken niet dezelfde taal. Ze spreken een andere taal. 3. Ze spreken allebei drie talen. Ze spreken evenveel talen. 4. Ze hebben allebei twee kinderen. Ze hebben evenveel kinderen. 5. Ze hebben allebei één broer. Ze hebben geen van beide zussen. Kijk naar de tabel en formuleer de juiste conclusies. Let op het Zinsaccent. Luister nog een keer. Ik woon tien jaar in Canada. Thuis in België geef ik familie en vrienden altijd drie kussen als ik hen zie. Hier in Canada zijn ze dat kussen toch niet zo gewoon. Een handgeven is hier de meest gebruikte gewoonte onder de familie en ook onder vrienden. Vrienden geven elkaar soms ook een knuffel of een kus op de wang. Mijn man is een Canadees en hij vindt het altijd zo grappig wanneer we in België op vakantie zijn, dat iedereen altijd drie kussen geeft. Toen mijn moeder hier was een paar jaar geleden, heeft ze de familie van mijn man ontmoet. Tante zijn neven en nichten en zo. Mijn moeder gaf hen drie kussen op de wang, en de tantes van mijn man moesten er hard om lachen, omdat ze dat niet gewoon waren. Ze vonden het helemaal niet erg, natuurlijk. Elk jaar, wanneer mijn man en ik de tantes gaan bezoeken, geef ik hen drie kussen, omdat ze het zo geweldig vinden. Luister naar de vragen en antwoorden. Let op de vraagintonatie en het zinsaccent. 1. Weet jij of Victor een auto heeft? Ik denk het niet. 2. Weet jij of Maria goed kan zingen? Ik denk het wel. 3. Weet jij of Victor graag spruiten eet? Ik denk het niet. 4. Weet jij of Maria blauw een mooie kleur vindt? Ik denk het wel. 5. Weet jij of Victor in een huis woont? Ik denk het niet. 6. Weet jij of Maria een fiets heeft? Ik denk het wel. 7. Weet jij of Victor met de trein naar school komt? Ik denk het niet. 8. Weet jij of Maria al eens mosselen gegeten heeft? Ik denk het wel. 9. Weet jij of Victor al eens in Spanje is geweest? Ik denk het niet. 10. Weet jij of Maria al eens paella klaargemaakt heeft? Ik denk het wel. Kijk naar de steekwoorden en stel de juiste vraag met 'Weet jij of'? Kijk naar 'Plus min' en reageer met 'Ik denk het wel', 'Ik denk het niet'. Let op de vraagintonatie. Luister nog een keer. Luister naar de zinnen. 1. Ik denk dat Els rookt. 2. Ik denk dat Els een hond heeft. 3. Ik denk dat Els graag danst. 4. Ik denk dat Els goed kan koken. 5. Ik denk dat Els nog nooit de lotto gewonnen heeft. 6. Ik denk dat Els graag vlees eet. 7. Ik denk dat Els al eens in Afrika geweest is. 8. Ik denk dat Els kan zwemmen. 9. Ik denk dat Els van popmuziek houdt. 10. Ik denk dat Els alleen eens op een kameel gezeten heeft. Kijk naar de steekwoorden en maak zinnen met ik denk dat. Luister nog een keer. Kijk naar de vragen van Maria en de antwoorden van Victor. Luister naar Leo. 1. Maria vraagt of je zonen hebt. 2. Victor zegt dat hij twee zonen heeft. 3. Maria vraagt of jij graag winkelt. 4. Victor zegt dat hij niet graag winkelt. 5. Maria vraagt of jij goed kan zwemmen. 6. Victor zegt dat hij goed kan zwemmen. 7. Maria vraagt of jij al in Frankrijk geweest bent. 8. Victor zegt dat hij nog niet in Frankrijk is geweest. 9. Maria vraagt of je al een trappist gedronken hebt. 10. Victor zegt dat hij nog nooit trappist gedronken heeft. Kijk naar de vragen van Maria en de antwoorden van Victor. Wat zegt Leo? Gebruik een constructie met vragen of zeggen dat. Luister nog een keer. Goedemorgen, mevrouw. Mijn baby heeft 39 graden koorts. Hebt u iets tegen de koorts voor baby's? Hoe oud is hij? Negen maanden. En heeft hij al lang koorts? Nee, sinds vanmorgen. Ik denk dat het zijn tandjes zijn. U kan hem per de baby geven. Hebt u het liefst suppo's of liever smeltabletten? Uh, geef maar suppo's. Wie is de volgende? Dat ben ik. Hebt u iets tegen keelpijn? Ja, natuurlijk. Ik kan u een spray geven om in de keel te spuiten of zuigtabletten. Geef dan maar de spray. U mag de spray vier keer per dag gebruiken en maximaal vijf dagen. Als u na vijf dagen nog altijd keelpijn hebt, kan u beter naar uw huisarts gaan. Oké, okay, bedankt. Wie is de volgende? Ja, dat ben ik. Goedemiddag. Hebt u iets tegen diarree? Ik heb al heel de voormiddag last van krampen en diarree. Hebt u koorts? Nee, ik heb geen koorts. En bent u ook misselijk? Nee, ik heb alleen buikpijn en diarree. Ik heb thuis nog enterol staan, maar het is echt heel vervelend, want ik moet vanmiddag naar klanten voor mijn werk. Ik kan u imodium geven. Dat stopt onmiddellijk, maar het geneest niet. Vanavond kan u dan beter en de rol innemen. Oké, okay, geef me dan maar imodium. Wilt u smeltabletten of gewone tabletten? Geef maar smeltabletten, dat is gemakkelijker. U moet veel drinken en als uw diarree binnen twee dagen niet beter is, moet u naar uw dokter gaan. Oké, okay, dat zal ik doen. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Ik vertrek volgende week voor een maand naar Peru en ik wil graag iets meenemen tegen de koorts. Hmm, dan kan je best een pijnstiller meenemen, zoals dafalgan. Oké. Okay, geef me dan maar een doos dafalgan. Wilt u smelttabletten, gewone tabletten of bruistabletten? Wat is het verschil? Ja, de tabletten werken allemaal even goed, maar voor smelttabletten heb je geen water nodig. Die laat je gewoon op je tong smelten. Gewone tabletten neem je in met wat water en bruistabletten los je op in water. Om mee op reis te nemen zijn smeltabletten misschien het gemakkelijkst. Ja, dat denk ik ook. Geef me maar een doosje smeltabletten. Luister naar het levensverhaal van Piet. Wat deed Piet in 1918? In 1918 ging hij naar de universiteit. Wat deed Piet in 1921? In 1921 ontmoette hij Suzanne. Wat deed Piet in 1922? In 1922 begon hij te werken. Wat deed Piet in 1923? In 1923 kuste hij Suzanne voor de eerste keer. Wat deed Piet in 1924? In 1924 trouwde hij met Suzanne. Wat deed Piet in 1925? In 1925 kreeg hij een tweeling. Wat deed Piet in 1927? In 1927 kocht hij een huis. Wat deed Piet in 1997? In 1997 ging hij naar een rusthuis. Wat deed Piet in 2000? In 2000 stierf hij. Luister een tweede keer naar de vragen en antwoord aan de hand van de steekwoorden zonder naar de tekst te kijken. Wat deed Piet in 1918? In 1918 ging hij naar de universiteit. Wat deed Piet in 1921? In 1921 ontmoette hij Suzanne. Wat deed Piet in 1922? In 1922 begon hij te werken. Wat deed Piet in 1923? In 1923 kuste hij Suzanne voor de eerste keer. Wat deed Piet in 1924? In 1924 trouwde hij met Suzanne. Wat deed Piet in 1925? In 1925 kreeg hij een tweeling. Wat deed Piet in 1927? in 1927? Kocht hij een huis? Wat deed Piet in 1997? In 1997 ging hij naar een rusthuis. Wat deed Piet in 2000? In 2000 stierf hij. Luister naar de vragen en antwoorden. Wat zeg je tegen de apotheker als je veel muggenbeten hebt en altijd moet krabben? Ik heb last van jeuk. Wat zeg je tegen de apotheker als je niet kan ademen door je neus? Ik heb last van een verstopte neus. Wat moet je doen met een bruistablet? Een bruistablet moet je in water oplossen. Wat mag je niet doen met zalf? Zalf mag je niet innemen. Wat moet je doen als je diarree hebt? Dan moet je veel drinken. Wat moet je doen als je de bijsluiter niet begrijpt? Dan moet je advies aan de apotheker vragen. Luister opnieuw naar de vragen, bedek de antwoorden en antwoord. Wat zeg je tegen de apotheker als je veel muggenbeten hebt en altijd moet krabben? Ik heb last van jeuk. Wat zeg je tegen de apotheker als je niet kan ademen door je neus? Ik heb last van een verstopte neus. Wat moet je doen met een bruistablet? Een bruistablet moet je in water oplossen. Wat mag je niet doen met zalf? Zalf mag je niet innemen. Wat moet je doen als je diarree hebt? Dan moet je veel drinken. Wat moet je doen als je de bijsluiter niet begrijpt? Dan moet je advies aan de apotheker vragen. Luister naar de dialogen. 1. Goedemorgen, mevrouw. Sorry dat ik te laat ben. Hoe komt het? Ik heb de trein gemist en ik heb een half uur moeten wachten. Dat begrijp ik niet. Dat excuus kan ik niet aanvaarden. Je moet op tijd vertrekken. 2. U bent weer eens te laat. Hoe komt het? Het spijt me, mevrouw. Sorry dat ik te laat ben, maar de babysit was een half uur te laat. Dat begrijp ik. Niets aan te doen. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Kijk naar de tekeningen en luister naar de excuses. 1. Sorry dat ik te laat ben, maar ik stond in de file. Twee. Sorry dat ik te laat ben, maar de bus had pannen. Drie. Sorry dat ik te laat ben, maar de band van mijn fiets stond plat. Vier. Sorry dat ik te laat ben, maar ik vond mijn sleutels niet. Vijf. Sorry dat ik te laat ben, maar ik was opnieuw in slaap gevallen. 6. Sorry dat ik te laat ben, maar ik kreeg nog telefoon van een vriend. Kijk naar de tekeningen en formuleer het excuus. Luister nog een keer. Luister naar de dialogen. 1. Dag, Frank. Waar was je gisteren? Ik heb je niet gezien op het personeelsfeest. Dat klopt, het spijt me, maar ik kon niet komen. Waarom niet? Ik was ziek. Gaat het al beter? Ja, gelukkig wel. 2 Dag Ria, hoe is het? Ik heb je niet gezien op het personeelsfeest. Dat klopt, het spijt me, maar ik kon niet komen. Waarom niet? Ik moest naar het trouwfeest van mijn nicht. Ah, niets aan te doen. Was het plezant? Ja, ik heb me goed geamuseerd. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Kijk naar de tekeningen en luister naar de excuses. 1. Ik kon niet komen, want ik moest naar de dokter. 2. Ik kon niet komen, want mijn leesbril was kapot. 3. Ik kon niet komen, want ik vond mijn boek niet. 4. Ik kon niet komen, want ik was ziek. 5. Ik kon niet komen, want er kwam geen bus. Kijk naar de tekeningen en formuleer het excuus. Luister nog een keer. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Waarom kon Aisha niet naar het feest komen? Ze kon niet komen omdat ze een afspraak bij de dokter had. 2. Waarom kon Abdel niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat zijn schoonouders op bezoek waren. 3. Waarom kon Nezir niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat hij moest voetballen. 4. Waarom kon Katja niet naar het feest komen? Ze kon niet komen, omdat ze naar het verjaardagsfeest van haar zus moest. 5. Waarom kon Suzeta niet naar het feest komen? Zij kon niet komen, omdat ze moest werken. 6. Waarom kon Antonio niet naar het feest komen? Hij kon niet komen, omdat hij een andere afspraak had. 7. Waarom kon Naima niet naar het feest komen? Zij kon niet komen, omdat haar schoonmoeder ziek was. 8. Waarom kon Mohammed niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat hij tot middernacht moest werken. 9. Waarom kon Salihah niet naar het feest komen? Zij kon niet komen omdat ze met vakantie was. 10. Waarom kon Teresa niet naar het feest komen? Zij kon niet komen omdat ze geen babysit had. Kijk naar de steekwoorden, luister naar de vragen en zeg waarom hij of zij niet kon komen. 1. Waarom kon Aisha niet naar het feest komen? Ze kon niet komen omdat ze een afspraak bij de dokter had. 2. Waarom kon Abdel niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat zijn schoonouders op bezoek waren. 3. Waarom kon Nezir niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat hij moest voetballen. 4. Waarom kon Katja niet naar het feest komen? Ze kon niet komen omdat omdat ze naar het verjaardagsfeest van haar zus moest. 5. Waarom kon Suzeta niet naar het feest komen? Zij kon niet komen omdat ze moest werken. 6. Waarom kon Antonio niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat hij een andere afspraak had. 7. Waarom kon Naïma niet naar het feest komen? Zij kon niet komen omdat haar schoonmoeder ziek was. 8. Waarom kon Mohammed niet naar het feest komen? Hij kon niet komen omdat hij tot middernacht moest werken. 9. Waarom kon Salihah niet naar het feest komen? Zij kon niet komen omdat ze met vakantie was. 10. Waarom kon Theresa niet naar het feest komen? Zij kon niet komen omdat ze geen babysit had. Luister naar de 12 tips voor gsm-gebruikers: 1. Zet uw gsm af in de klas. In een ziekenhuis, in de cinema of op een concert. 2. Zet uw GSM op trilfunctie als u een dringende oproep verwacht. 3. Hou het gesprek heel kort als u in gezelschap bent. 4. Beluister dringende berichten in de pauze. 5. Wilt u gezellig eten in het restaurant? Zoek een restaurant waar de GSM verboden is. 6. Neem onmiddellijk op als u uw eigen beltoon herkent. 7. Spreek stil in uw GSM en ga apart staan om anderen niet te storen. 8. Bel niet op het etensuur en vraag altijd of u stoort. 9. Bel niet na tien uur 's avonds. 10. Bel in het weekend niet voor 11 uur s morgens. 11. Vraag u zelf af of het telefoontje echt nodig is. 12. Beantwoord uw gsm niet terwijl u aan het rijden bent. Kijk naar de tekeningen en luister naar de adviezen en instructies. 1. Je mag je paraplu niet open doen als het bliksemt. Doe je paraplu niet open. 2. Je mag niet bij een raam gaan zitten als het bliksemt. Ga niet bij een raam zitten. 3. Je moet de stekkers uit het stopcontact halen als het bliksemt. Haal de stekkers uit het stopcontact. 4. Je mag niet fietsen als het bliksemt. Fiets niet. 5. Je mag niet met een vaste telefoon telefoneren als het bliksemt. Telefoneer niet met een vaste telefoon. 6. Je mag geen douche nemen als het bliksemt. Neem geen douche. 7. Je mag niet schuilen onder een lantaarnpaal als het bliksemt. Schuil niet onder een lantaarnpaal. 8. Je moet de ramen sluiten als het bliksemt. Sluit de ramen. 9. Je moet binnen blijven als het bliksemt. Blijf binnen. 10. Je mag niet naar de tv kijken als het bliksemt. Kijk niet naar de tv. Kijk naar de tekeningen en geef het juiste advies en de juiste instructie. Luister nog een keer. Met Hubert Dak. Met Karin Smeekes, de huurder van het huis in de Poortstraat nummer 2. Ik bel u omdat er een probleem is met een stopcontact in de badkamer. Het hangt helemaal los en dat is gevaarlijk. Wat moet ik doen? Bel maar naar een elektricien. Kent u iemand? Nee, het spijt me. U vindt een elektricien op het internet. Moet ik de factuur zelf betalen? Ja, daar kom ik niet in tussen. Oké, okay. dag meneer Dak. Dag mevrouw Smeekers. Luister naar de vragen en antwoorden. 1. Vervang jij een kapotte ruit zelf? Nee, ik laat een kapotte ruit vervangen. 2. Herstel jij de boiler zelf? Nee, ik laat de boiler herstellen. Luister naar de vraag. En antwoord met nee. 1. Vervang jij een kapotte ruit zelf? Nee, ik laat een kapotte ruit vervangen. 2. Herstel jij de boiler zelf? Nee, ik laat de boiler herstellen. Kijk naar de tekeningen. Luister naar de problemen en de reacties. 1. De kraan in de badkamer lekt. Kunt u mij helpen? Jazeker, ik ben loodgieter. 2. Het slot van de deur is kapot. Kunt u mij helpen? Jazeker, ik ben slotenmaker. 3. Het stopcontact in de keuken hangt los. Kunt u mij helpen? Jazeker. Ik ben elektricien 4. De ruit in de wc is gebarsten. Kunt u mij helpen? Jazeker, ik ben glazenmaker 5. De radiator in de woonkamer is kapot. Kunt u mij helpen? Jazeker, ik ben installateur 6. Het dak lekt. Kunt u mij helpen? Ja zeker. ik ben dakwerker. Kijk naar de tekeningen. Formuleer de problemen en reacties. Luister nog een keer. Luister naar de dialogen. 1 Met de Smet. Dag, meneer de Smet. U spreekt met Rita Verbeek, de huurder van het appartement in de Kerkstraat. Ik bel u omdat er een probleem is met het dak. Er loopt water binnen in de slaapkamer van de kinderen. Wat moet ik doen? Ik zal een dakwerker sturen. Moet ik de factuur zelf betalen? Nee, de dakwerker mag de factuur naar mij sturen. Oké, okay. dag meneer de Smet. 2 Met de Smet. Dag meneer de Smet. U spreekt met Rita Verbeek, de huurder van het appartement in de Kerkstraat. Ik bel u omdat het raam in de wc kapot is. Wat moet ik doen? Bel maar naar een glazenmaker. Moet ik de factuur zelf betalen? Ja, daar kom ik niet in tussen. Oké, okay. dag meneer De Smet. Luister nog een keer naar de dialogen en zeg mee. Kijk naar het spelbord en luister naar de zinnen. 1. Ik wil niet wonen in een huis dat naast een station ligt. 2. Ik wil niet wonen in een huis dat naast een restaurant ligt. 3. Ik wil niet wonen in een huis dat naast een café ligt. 4. Ik wil niet wonen in een huis dat naast een discotheek ligt. 5. Ik wil wonen in een huis dat naast een school ligt. 6. Ik wil wonen in een huis dat naast een wassalon ligt. 7. Ik wil wonen in een huis dat naast een frituur ligt. 8. Ik wil niet wonen in een huis dat naast een garage ligt. 9. Ik wil niet wonen in een huis dat naast een ziekenhuis ligt. 10. Ik wil wonen in een huis dat naast een park ligt. 11. Ik wil wonen in een huis dat naast een bakker ligt. 12. Ik wil wonen in een huis dat naast een supermarkt ligt. Kijk naar het spelbord en plus min en maak correcte zinnen met ik wil niet wonen in een huis dat. Luister nog een keer. Dialoog 1 dat belgerinkel en geroep in gsm's op de tram, ik vind het verschrikkelijk. Dat vind ik ook. En al die persoonlijke gesprekken, het interesseert me niet. Dat hangt ervan af. Soms is het wel interessant, maar eigenlijk heb ik er geen zaken mee, dat is waar. Ze zouden bellen op de tram moeten verbieden. Dat is misschien een goed idee, maar hoe ga je dat doen? Luister een tweede keer zonder naar de tekst te kijken, en vul aan. Dat belgerinkel en geroep in gsm's op de tram, ik vind het verschrikkelijk. Dat vind ik ook. En al die persoonlijke gesprekken, het interesseert me niet. Dat hangt ervan af. Soms is het wel interessant, maar eigenlijk heb ik er geen zaken mee, dat is waar. Ze zouden bellen op de tram moeten verbieden. Dat is misschien een goed idee, maar hoe ga je dat doen? Dialoog 2 Ik vind dat ze gsm's op restaurant moeten verbieden. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik neem altijd een babysit voor de kinderen als we op restaurant gaan en ik ben geruster als de babysit mij daar kan bereiken. Dat begrijp ik. Maar je kan hem toch op stil zetten. Dat doe ik. Ik vind ook dat bellen op restaurant stoort, maar verbieden? Luister een tweede keer zonder naar de tekst te kijken en vul aan. Ik vind dat ze GSM's op restaurant moeten verbieden. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik neem altijd een babysit voor de kinderen als we op restaurant gaan en ik ben geruster als de babysit mij daar kan bereiken. Dat begrijp ik, maar je kan hem toch op stilzetten? Dat doe ik. Ik vind ook dat bellen op restaurant stoort, maar verbieden? Dialoog 3 Wist je dat je nu met je gsm je parkeerplaats kan betalen? Ik heb het gisteren eens geprobeerd en ik vond het niet zo gemakkelijk. Daar ben ik het mee eens. Toen ik het de eerste keer probeerde, had ik er ook problemen mee. Luister een tweede keer zonder naar de tekst te kijken en vul aan. Wist je dat je nu met je gsm je parkeerplaats kan betalen? Ik heb het gisteren eens geprobeerd en ik vond het niet zo gemakkelijk. Daar ben ik het mee eens. Toen ik het de eerste keer probeerde, had ik er ook problemen mee. Dialoog 4 Hebben jouw kinderen een GSM? Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat belachelijk. Kinderen hebben geen GSM nodig. Dat hangt ervan af. Mijn dochter zit op Kot en heeft daar geen telefoon. Toch blijf ik bij mijn standpunt. Als ze je echt willen bereiken, vinden ze wel ergens een telefoon. Luister een tweede keer zonder naar de tekst te kijken en vul aan. Hebben jouw kinderen een gsm? Nee, natuurlijk niet. Ik vind dat belachelijk. Kinderen hebben geen gsm nodig? Dat hangt ervan af. Mijn dochter zit op Kot en heeft daar geen telefoon. Toch blijf ik bij mijn standpunt. Als ze je echt willen bereiken, vinden ze wel ergens een telefoon. Kijk naar de tekeningen en luister naar de vragen en antwoorden. 1. Welk T-shirt gaat Victor aandoen? Het T-shirt dat op de zetel ligt. 2. Welk hemd gaat Victor aandoen? Het hemd dat onder de stoel ligt. 3. Welk kostuum gaat Victor aandoen? Het kostuum dat aan de kapstok hangt. 4. Welke das gaat Victor aandoen? De das die naast de kast ligt. 5. Welke schoenen gaat Victor aandoen? De schoenen die onder het bed staan. 6. Welk kleedje gaat Maria aandoen? Het kleedje dat op de stoel ligt. 7. Welk vest gaat Maria aandoen? Het vest dat aan de kapstok hangt. 8. Welke laarzen gaat Maria aandoen? De laarzen die naast de kast staan. 9. Welke panty gaat Maria aandoen? De panty die onder het nachtkastje ligt. 10. Welke sjaal gaat Maria aandoen? De sjaal die op het bed ligt. Kijk naar de tekeningen, luister naar de vragen en antwoord. 1. Welk T-shirt gaat Victor aandoen? Het T-shirt dat op de zetel ligt. 2. Welk hemd gaat Victor aandoen? Het hemd dat onder de stoel ligt. 3. Welk kostuum gaat Victor aandoen? Het kostuum dat aan de kapstok hangt. 4. Welke das gaat Victor aandoen? De das die naast de kast ligt. 5. Welke schoenen gaat Victor aandoen? De schoenen die onder het bed staan. 6. Welk kleedje gaat Maria aandoen? Het kleedje dat op de stoel ligt. 7. Welk vest gaat Maria aandoen? Het vest dat aan de kapstok hangt. 8. Welke laarzen gaat Maria aandoen? De laarzen die naast de kast staan. 9. Welke panty gaat Maria aandoen? De panty die onder het nachtkastje ligt. 10. Welke sjaal gaat Maria aandoen? De sjaal die op het bed ligt.